super leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik had nooit gedacht dat ik weer een bullet journal video zou maken. Maar hier ben ik dan met mijn bullet journal video. De laatste keer dat ik zo'n video heb gemaakt was ergens in het voorjaar. Ik weet niet meer precies wanneer. Volgens mij was dat mei. En toen heb ik eigenlijk nooit meer wat geüpload. Op bullet journal gebied dan. Ik kreeg heel vaak van jullie de vraag waar mijn bullet journal video's bleven. En om eerlijk te zijn heb ik het niet echt duidelijk gemaakt dat ik ermee ging stoppen. Ik had het wel hier en daar gezegd op Instagram. Ik had wel op reacties gereageerd. Maar ik heb het nooit echt duidelijk in een video vermeld. Dus hierbij, ik was met mijn bullet journal video's gestopt. Maar ik moet wel eerlijk tegen jullie zijn. De laatste paar maanden toen ik bezig was met mijn bullet journal voelde ik hem niet echt. Ik maak er ook vrij weinig gebruik van en dat is best wel zonde. Dus dat was dus de voornaamste reden waarom ik met mijn bullet journal was gestopt. Nu zijn we een aantal maanden verder en ik besefte toch dat ik het bullet journalen toch wel miste, het creatieve ervan. Dus ik heb besloten om weer opnieuw te gaan beginnen. Alleen nu ga ik het wel anders aanpakken. Voorheen maakte ik voornamelijk maand- en weekoverzichten en was mijn bullet journal echt mijn agenda. Maar ik ben er gewoon achter gekomen dat ik mijn bullet journal niet als agenda kan gebruiken, want dit ding heb ik nooit bij me, alleen thuis. En ik gebruik altijd, maar dan ook echt altijd, de agenda die in mijn telefoon staat. En die heb ik wel altijd bij de hand. Dus ik heb ervoor gekozen om het helemaal anders aan te gaan pakken in plaats van dat ik dus een agenda maak. Maak ik hier een soort van dagboekje van. Ik weet ook nog niet exact wat ik er allemaal in ga doen. Het is ook een beetje experimenteren. Dus dan weten jullie dat. Volgens mij is mijn intro nu veel te lang. Dus laten we maar snel met de inhoud van mijn bullet journal beginnen. Als eerst mijn bullet journal zelf. Deze komt van de HEMA. Ik heb hem al een keertje in een shoplog laten zien. Mocht je die shoplog nog niet hebben bekeken, dan zal ik een linkje daarvan hieronder in de beschrijving zetten. Maar hij is dus van de HEMA. Hij was 5 euro. Hij is best wel nice. Alleen ik merk dat hij heel snel stuk gaat. Aan de achterkant laat de kaft al een beetje los. Dus dat is niet zo fijn. Maar voor de rest is het een prima ding. We beginnen natuurlijk zoals gewoonlijk met de beginpagina. En ik ging gewoon maar aan de slag. Ik had van tevoren niet een idee wat ik wilde gaan uitwerken. Ik keek gewoon naar de spullen die ik had. En daarmee maakte ik gewoon iets leuks. Dus ik was gewoon lekker aan het freestylen. Dan wordt het tijd voor de volgende twee pagina's. En deze twee pagina's wil ik eigenlijk gebruiken als een soort van dagboekje. Ik heb onbewust wel een indeling gemaakt, maar ik heb nog niet er iets op of bij geschreven. Want ik wil het nog gewoon leeg houden. Wie weet dat ik er iets anders van wil maken. Het volgende, en hier ben ik best wel excited over. Dit is namelijk mijn dream diary. Dus op deze twee pagina's ga ik al mijn dromen opschrijven. Ik ben een persoon die best wel veel droomt. En ik vind het ook leuk om mijn dromen na te vertellen. Bijvoorbeeld aan mijn huisgenoot. Of ik vertel mijn dromen aan mijn vriend of ouders. I don't know. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te vertellen waarover ik heb gedroomd. En soms ben ik alleen en heb ik het niemand om te vertellen. Dus vandaar dat het me leuk lijkt om mijn dromen op te gaan schrijven. En natuurlijk heb ik nog geen idee of ik de aankomende periode interessante dingen ga dromen. Maar hey, dan heb ik alvast dit gecreëerd. En ik ben benieuwd wat voor verhalen er uitkomen.
Dan de volgende pagina. En deze pagina is bedoeld voor al mijn september goals. Ik weet nog niet precies wat voor doelen ik hier op ga schrijven. Dit kunnen persoonlijke doelen zijn. Dit kunnen doelen voor school zijn. Werk, noem het maar op. Maar ik heb hier wel de ruimte gemaakt om die doelen op te schrijven. Pagina met een quote. Gewoon hartstikke simpel. Ik vond deze quote wel heel erg toepasselijk bij het hele doelenconcept. En dan zijn we aangekomen bij de laatste twee pagina's van de bullet journal van september. Op deze pagina ben ik van plan om gewoon van alles en nog wat op te schrijven. Vandaar ook de tekst whatever on my mind. Wat er ook in mijn hoofd opkomt, dat komt allemaal hier te staan. Dat kunnen ideetjes zijn, dat kunnen random gedachten zijn. Ik heb nog geen idee. Ik laat gewoon mijn creatieve brein zijn werk doen. En we komen vanzelf achter wat ik hier allemaal op ga schrijven. Op dit moment gecreëerd in mijn bullet journal. Ik ben gewoon van plan om van alles en nog wat uit te gaan proberen en te kijken wat ik nou leuk vind om op te schrijven. En we zien het allemaal wel. Ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dat jullie er misschien wat inspiratie van hebben gekregen. Mocht jij toevallig ideetjes hebben die ik in mijn bullet journal kan verwerken, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Wie weet neem ik het mee voor volgende maand. Oh ja, over volgende maand gesproken. Ik ben van plan om volgende maand dus weer een bullet journal video te gaan maken. En in die video zal ik dan een overzicht laten zien van wat ik nou heb gecreëerd. Ik zal gewoon eerlijk tegen jullie zijn over de pagina's. Of ik het wel of niet gebruik. En we zullen het allemaal wel merken. En naast dat laat ik natuurlijk ook mijn nieuwe setup voor de maand oktober zien. Nou, dat was dat. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe vooral dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!